was jaar 18, ja, bijna 19. Het was ook net tegen Sinterklaas tijd. En toen mochten wij als oudste al zeggen wat we allemaal wilden. Hè. Ik zeg, ik hoef niks te hebben. Ik heb maar één wens. Ik zeg, als ik maar het klooster mag. En alle ogen gingen open. Van mijn vader en moeder af en mijn zusjes die erboven waren. Ja, het klooster, daar houden geen nooit van. Ik zeg, toch wil ik proberen. Mijn moeder zag wel dat ik echt een plan had. Maar mijn vader wou dat niet zien. Die wilde dat gewoon niet zien. Die zei, maar je bent veel te jong en fijn, noem maar op. En op een gegeven moment, ik viel af. Toen zei mijn moeder, als je ze niet tegen mijn vader, als je ze niet laat gaan, dan kunnen we ze naar het kerkhof brengen. Zo ging dat. Op een gegeven moment, toen kwam ik er weer een keer thuis. Ik zei, mijn moeder, ik moet zelf maar aan vaders vragen. Dus ja, met elkaar al afgesproken natuurlijk, dat kon ik wel merken. Ik zei, vader, ik heb een vraag. En wat is dat, zeg? Ik zeg, mag ik naar het klooster gaan? Moet jij in het klooster gaan doen? Ik zeg, ik kan werken en ik kan bidden voor jullie. Zeg ik zo dan. Hij kreeg een traan in zijn ogen, hoor. Maar ik mocht. En in diezelfde week ben ik toch naar de Hardijk gegaan, toen de tijd. En mijn eigen aangegeven. En toen kwam ik thuis. En toen is geweest. Ik zei, oh, ze waren zo blij. Wij zijn met twee zussen en één broer in het klooster gegaan. Ik heb nog een zus, die is ook pas net na mijn feest overleden. En mijn broer is kapitein geworden en die is op 52-jarige leeftijd overleden. Wat trok u nou zo aan in dat kloosterleven? Stilte. De eenzaamheid. Echt. Daar verlangde ik zo naar. Echt. En het hele leven wat ik zo zag van die zusters. Hè. Elke dag een eigen mis. Dat hebben we nou nog hoor, gelukkig. Dat wel. Was er nou ook sprake bij u van een roeping? Zeer sterk. Anders had ik nog niet hier gezeten. En wat moet ik daaronder verstaan? Je voelt je alleen maar tot datgene. Ben je alleen maar mee bezig. En de genade die moet wel meewerken. En jij moet met de genade ook meewerken. Want als jij zelf niet met de genade meewerkt, dan hou je het nooit vol. Is er een bepaald moment geweest dat u dacht, nu weet ik het zeker? Toen ik mijn eeuwige professie deed. En dat is in 52. Ik heb mijn eeuwige professie. Want in 49 heb ik mijn tijdelijke professie gedaan. Als novice heb je een halve open kap. En als je geprofessed bent, dan kregen wij toen een ronde kap en een zwarte sluier. En de ring kreeg je pas met de eeuwige professie. Je had ook een zwart habit. Een zwart habit, een zwarte schapelier, een zwarte rozenkrans. En een wit koord. Er was ook een lang schapelier van stof en daar stond het monogram van de congregatie op. Ik vond het geweldig. Echt waar. Halsteren was mijn eerste buitenhuis. Gewoon een bejaardenhuis. Ik heb de Waldersnood meegemaakt. In Halsteren daar. Ja. Oeh, dat was akelig. Als je die mensen allemaal op die daken zag zitten vanuit de verte. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat was de ellende. Bij ons hebben 10 lijken in het mortuarium gelegen. Familieleden kwamen wel eens kijken of er hun familie daarbij lag. Bij ons in het mortuarium, ja, daar ben ik ook wel eens mee moeten gaan kijken. Dan ga jij even mee. Nou ja, dan doe je dat als jonge zuster. Hè? Het was heel emotioneel. Mensen zo opgeblazen en op water gelopen. Maar wij keken zo als wij daar buiten stonden op tolen, die kanten uit. Daar zagen we de mensen echt letterlijk op de daken zitten.
Er zijn ook veel mensen verdronken in Halster. Heel veel. En van daaruit ben ik naar Hulst gegaan. Daar heb ik 4 jaar gezeten. Ook in de keuken. En toen nadien ook in de bejaardenzorg verder. Van Hulst naar het Ignatius ziekenhuis. Ik ben ook in de keuken geweest met zuster Wendelina, Theodata en fijn, noem maar op. En die als stel jonge zusters. Dat was leuk. Vooral s'avonds. Soms mis dan alles aan die afwasbak, want toen waren er nog geen afwasmachines. Maar dus wij stonden aan de hand met het grootste plezier natuurlijk. Hè. Maar dat was leuk. Nou, en van, hoe heet het? Het ziekenhuis naar Leur. Daar ben ik 12 jaar geweest. En daar heb ik de omkleding meegemaakt. Toen werden wij omgekleed, werden wij naar een andere kleding. Een uniform. Toen waren we in het burger, ja, toen ging men in het burgerkleding, is in de jaren 60 geweest. Wat vond u daarvan? Nou, aan de ene kant vond ik het fijn, aan de andere kant vond ik het niet fijn. Met de uniformen ben je meer kenbaar, hè? Als dat is juist. Maar ja, het zit me niet in de kleren. Daar kom je steeds meer achter. We deden gewoon mee. Nee, maar ik heb er echt geen moeite mee gehad. Echt niet. Maar is het niet jammer dat een innerlijke overtuiging geen uiterlijk kenmerk heeft? Van de ene kant wel. Van de ene kant wel. Die ronde kappen, die zaten net een duimbreedte. Zoiets. Van je hoofd. Ja, en dat was ook moeilijk, want als je... Ik zag geen auto of geen fiets of niks zag je aankomen. Hè? Dus en op een gegeven moment, daardoor zijn die kappen toen, dat werden toen sluiertjes. Gewoon sluiertjes. Dat was een verandering. Want ja, de kap moest naar de kapper ook natuurlijk. Hè? Nou ja, dat was toen niet nodig als er de kap droeg. Maar toen werd het wel noodzakelijk. Dat Tweede Vaticaans Concilie. Wat had dat voor gevolgen voor u? Een hele verandering. Maar mijn innerlijke is niet veranderd. De mis veranderde. Er werd minder Latijn gebruikt. Ja. Nou ja, dat vonden wij wel goed. Konden we het meeste horen en zien wat er mee gezegd wordt. Latijn versta je niet allemaal. En ja, Hollands bestaan ze wel, de Nederlandse taal bestaan we wel. Dus dat was natuurlijk wel een vooruitgang. En dat je de communie in de hand mocht aannemen? Ja, nou, dat vond ik ook heel normaal. Ik kan me nog herinneren dat ik, toen ik mijn communie deed, toen we gingen oefenen, moesten we onze handen onder het communiekleed leggen. Dat zal u ongetwijfeld ook hebben. Nee, wij moesten het onderhouden. Hè? Ja, precies zo. Ja. En dan ineens dit. Ja. Had u niet het gevoel van, ja, maar luister eens hier, dan hebben ze me al die jaren wat wijs gemaakt? Of? Nee, weet je wat ik dacht in eerste instantie? De lieve heer is heel dicht bij me. Ik kan mezelf goed bekijken. Ik kan zelf als lieve heer eerst aankijken voordat hij hem neemt. En dat vond ik wel geweldig. En dat meen ik. En nog. Het is altijd nog een feest dat ik de communie kan ontvangen. Mijn innerlijke is nog net zo vurig als in het begin van mijn kloosterleven. Dan na 62 jaar... Ik heb 2 jaar geleden mijn diamantenfeest gevierd. En dat was een geweldig feest. En dan, ja, dat was prachtig. Dat was heel mooi. Was het vroeger ook om 8 uur beginnen of was het vroeger? Nee, 5 uur. Ja, dan ging de bel. Zusters, ontwaak die je slaapt, Jezus Christus zal u verlichten. En dan moest je antwoorden, Deo gratias. Maar dat ging niet altijd. Nou, en dan kon je je eigen verzorgen en ging je naar de kapel. Dan bad je pas de kruisweg voor het koorgebed. En dan werd er een tik met de bel gegeven en dan begon het koorgebed. Latijn. En dat was om 7 uur de mis. Dan ging ik eerst nog tussen het koorgebed en de mis nog naar de afdelingen.
de bedden opmaken van de mensen. Ontbijt, dat was ook gezamenlijk. Hoe laat, nou, na de mis denk ik, half acht. Kwart acht. Ja, maar toen mochten vroeger niet eten voor de communie. Nou, mag dat nu wel? Jawel. Dan was het middags om 12 uur helemaal veen, twee verschillende maaltijden. Van de ene maal om 12 uur en een andere maal veen, zeg maar. Dan kunnen ze weer aflossen. En dan gingen ze om 2 uur weer bidden, gezamenlijk koorgebed. En dan kon hij weer naar zijn afdeling gaan. En dan tot een uur, 3:30 was weer koffie drinken, gezamenlijk koffie drinken. En dan was weer bidden. Of geestelijke lezingen, wij toestanden. En dat was toen, ja, onder aan de avond. 7 uur souper. Korte recreatie, s'avonds. 8 uur. Je moet nog een groot zoetje binnen in de kapel. En dagsluiting. En dan kon je naar bed. 9:30, 10:00.